Loes Geurts, vanavond hier in Tilburg, Nederland, Engeland. Wedstrijd in het kader van de voorbereiding op het EK. Hoe liep het voor jullie? De einduitslag zou je zeggen dat het matig verliep, maar ik denk dat we best aardig gespeeld hebben. Eerste helft niet super, werden we best wel wat achterover gedrukt. Lieten we ze ook een beetje komen om zo compact mogelijk te staan. Zij creëerden niet heel veel, dus in principe hebben we het nog aardig gedaan. Maar wij creëerden daarentegen ook niet veel. Tweede helft namen we het meer over, het initiatief. Werden zij meer achteruit gedrukt en creëerden wij best wel kansen. Die maken we dan niet af. Zij krijgen twee kansen en maken wel een doelpunt. Dus dat is eigenlijk het verschil. Ja. Het leek er wel lang op dat het 0-0 zou blijven. En zeker toen jij die redding maakte op dat schot van Duggan, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, ik had ook niet het gevoel dat zij een doelpunt gingen maken. En dan valt hij er eigenlijk heel vervelend tussen. Ja. Waardoor ze net een voetje er wel aan krijgt en hem toch maakt. En wij denk nog 3-4 schotkansen krijgen, maar hem niet maken. Ondanks de koude temperaturen was er redelijk wat volk komen kijken, hè? Ja, heel erg leuk dat er zoveel mensen komen. En dat vooral ook omdat het zo koud is. En de mensen laten zich ook horen, dus dat helpt enorm. Ja. Dan, jij komt terug uit Zweden bij de clubelftallen. Je bent naar PSG gegaan in Frankrijk. Wat is de uitdaging daar voor jou? Daar is de uitdaging om eerst keeper te worden. Ik ben hard aan het werk daar. Ik heb een aantal wedstrijden gespeeld al. En het algemene niveau is gewoon hoger bij die club. Dus ik ben me daar aan het ontwikkelen gewoon. Ja. Is het ook via Patrick Kluivert dat je daar terecht gekomen bent? Onder andere, ja. Hij heeft zich wel ermee bemoeid. Ja. Jullie spelen in de kwartfinale denk ik tegen Bayern München. Daar moet je vooral naar uitkijken, want daar staat onder andere Vivian Miedema ook in de ploeg. Hè? Ja, absoluut. Dus dat wordt een leuk potje. En Stephanie ook. Dus Nederlanders tegen Nederlanders. Leuk. Ja. En in het kampioenschap, hoe zie je dat met PSG? Want die zijn in strijd met Lyon. De ploeg die de Champions League al een paar keer gewonnen heeft. Hè? Ja, Lyon is inderdaad twee keer in finale eigenlijk in de competitie. Dan moet je ook UWC en Montpellier niet vergeten. Maar Lyon is wel de absolute topper en die hebben we 18 december. Dus dat is de eerste finale van de competitie. Ja. En je hoopt er daar zeker bij te zijn? Absoluut. Ik zal erbij zijn, maar ik hoop absoluut te spelen ook natuurlijk. Oké, ik dank je. Veel succes daar ook en met Nederland ook. Dankjewel. Dankjewel.